Hé hey Marijk, nog 1 week hè? Ja, en dan zitten heel veel leerlingen uit groep 8. Zo wij. Eind groep 8 gaan namelijk heel veel van jullie een eindtoets maken. En nou zijn wij meester juf en dachten we, kunnen we jullie daar niet goed op voorbereiden? Dus in deze video leer je de do's en de don'ts voor het maken van een eindtoets. Maar hoe kun je je nou het beste voorbereiden op die eindtoets? Nou, er zijn een aantal dingen denk ik wel vrij belangrijk. Ja, ik heb er ook over nagedacht. Namelijk goed slapen. Ja, belangrijke. Nog één, goed eten. En wat dacht je van goed bewegen? Ik bedoel, als je beweegt komen er allemaal stofjes vrij, kan je weer goed concentreren. Aha, en wat dacht je van een beetje ontspannen? Zo, nu en dan? Oké, dat is ook wel belangrijk. Hé, wij gaan je wat voorbeelden laten zien van hoe jij je kunt voorbereiden op het maken van die eindtoets. Ja, want we hebben nu nog een week, dus zullen wij dan allebei gewoon laten zien hoe wij denken dat het moet? En wie weet, heb je er dan wat aan? Ik app je gewoon mijn voorbeelden en ben ik benieuwd wat jij er dan hebt. Oké, dus we gaan elkaar appen? Ja. Je hebt mijn nummer? Ja. Heerlijk. Sieraden af. Ah, hè? Ik lig. Die. Mobiel. Even goed een wekker zetten. Ja. Nou. Zo. Rustgevende. Muziek. Ja, go. En dan nu nog wat tips. Van ons samen. Tip 1. Zorg ervoor dat je altijd positief blijft denken. Ja, ga ervan uit wat je weet. En bedenk je dat je hier 8 jaar lang voor hebt gewerkt. Je kan het echt. En meestal vallen er al 2 antwoorden af. Ja, dus laat je niet uit het veld slaan, hè. Kom op, dit kunnen jullie. Tip nummer 2. Vul alles in. Als je namelijk niks invult, dan weet je sowieso dat het fout gerekend wordt. Dus ook al twijfel je, vul er altijd 1 in. Ja, 1. Ook niet 2, want dat doet de computer dan verkeerd, geloof ik. Zoiets. Tip 3. Nou, als je een vraag nou niet weet, nummers van moeilijke vragen, die kan je dan wel even opschrijven. Ja. En waar schrijf je die dan op? Ja, nog zo'n belangrijke. Op een blaadje. Ja, die moet je goed gebruiken. Dat wordt je BFF van de komende dagen. Leg hem op de hoek van je tafel en schrijf de vragen waarvan jij denkt, oh, daar wil ik achteraf nog even naar kijken, want die vond ik lastig. Schrijf die op dat blaadje en kijk achteraf nog een keer. Maar bijvoorbeeld ook bij rekenen, hè? Schrijf dan ook je berekeningen op dat blaadje. Ja, en probeer niet alles uit je hoofd te doen, want als je het op een blaadje schrijft, dan weet je meestal zeker dat je het goed hebt. Zeker weten. Moet je het alleen wel goed uitrekenen. Ja, dat kunnen ze wel. Tip 4. Ja, die is leuk. Vertel. Nou, wist jij dus dat kauwgom kauwen je concentratie vergroot? Ja, dus misschien kan je wel aan je juf vragen of je meester of je vooraf, niet tijdens, een kauwgompje mag eten of pakken. Want tijdens het maken van de toets is het niet handig om nog een kauwgompje te nemen. En mocht er nou een momentje zijn dat je het even niet meer ziet zitten, of dat je het lastig vindt, ja, en dat je denkt, kan ik dit allemaal wel? Dan denk dan aan Jel. Deze vraag die kan jij wel. Nou, dan ben je gelijk weer vrolijk.